terugstuur op Dirkka. Op Dirkka, ja, zoek ik het maar even. Dus, met een presentatie van het boek om de scheepvaart. Dames en heren, het is denk ik ongeveer 12 jaar geleden dat wij hier binnenstapten, gewoon als vrijwilliger. En in het begin was het gewoon, ja, paparazzi die hier hebben gelaten, die moesten dan in de ordnen, etc. Maar in die periode was hier een zeker Ignaat Simons bezig met de werven in kaart te brengen. En dat was zo geweldig interessant, want dat was zelfs voor mij als oud derdevaarder verrassend hoeveel werven er waren. Dat heeft hij helemaal keurig in beeld gebracht. En dat hebben wij toen opgepakt om dat verder uit te spitten. Dan ga je daarover praten met verschillende mensen. Ik zie daar Bertus Drenk, ook een van de klanten, een Vaderwiek, dan ook Flux, die op een gegeven moment in beeld kwam. Op een gegeven moment heeft de bestuur gezegd, we moeten eigenlijk een werkgroep samenstellen, een werkgroep Scheepvaart, waar wij dan onderdeel van maken. En dat heeft eigenlijk een beetje een versnelling gebracht in het bij elkaar zoeken van alle informatie over de werf. In de samenstelling van het boek, niet alleen maar de historie, maar ook de verhalen, de verhalen van de mensen, de verhalen van het werk op de werf. We hebben wat liederen erin gedaan, wat gedichten. Heel veel plaatjes, zoals u zoals straks in deze tafel kunnen zien. Het is een best pittig decompact geworden. Mooie klus om te doen. Ook om te zien van, hé, wat gebeurt er eigenlijk allemaal? Wat is er allemaal gebeurd in deze omgeving? Dat je input. En dan herken je de scheepsjagers alleen nog maar als mannenkoor. En dan pas ga je wijzen van, hé, wat was het eigenlijk, de scheepsjager? Ik vind, ja, voor mij was het al zoveel momenten van eye-opening. En dan denk ik voor de generaties na ons, die ook zijn boek inlezen, doorkijken en lezen, komen er nog veel meer momenten dat je zegt van, hé, wat staat er bij? Wat is daar allemaal gebeurd? En ik vind dat zelf heel mooi, Baron van Dijlem had de droom om het kanaal hier te graven. We hebben bewust gekozen voor het hoofdstuk in het boek, om de droom van de historische vereniging daarin te zetten van, het is er nu hier. En Barend zei bij de opening van de werf, van, toch even weer het onderwerp onder aandacht brengen. Die droom om ooit weer een bevaarbaar recreatief kanaal te hebben, leeft nog steeds. En als het 200 jaar geleden kon, dan denk ik, dat moet het nu toch ook kunnen. En we hebben het meegenomen bewust in het boek om de historie, maar ook de toekomst, in beeld te brengen. En uiteindelijk maakt dat een compleet verhaal. Ik wens u alvast veel licht plezier. Ik als bestuur van de club van had ik dank voor al het werk wat je de afgelopen jaren grondig hebt gedaan. En ik hoop dat je nog jaren bij de club bent en nog verder onderzoek doet en verzamelt en uitbreidt een hele collectie van de scheepvaart. Dat is ons best. Met Ferry samen? Ja, eigenlijk was Ferry het ook beter samen. Ferry, kom eens hier. Ferry? Ja, nee, kom zo. Kom zo. Oké. Ben je hier, ook aan met jou, het eerste exemplaar, alsjeblieft. Nou, Hans, ook hartelijk dank voor je spontane medewerking. Je weet niet waar je begonnen was toen je ja zei. Hè? Maar je hebt het geweten. Maar het is uitstekend geslaagd. Het boek ziet er fantastisch uit. Ook de teksten zijn zeer boeiend en leesbaar. Daarom heb ik jou ook uiteraard gevraagd. Ik heb begrepen dat je in de toekomst misschien ook wel iets meer wil doen. Dus we gaan je welkom natuurlijk. We gaan gewoon met elkaar lekker verder. Met deze ook een exemplaar, alsjeblieft. Dank je wel.